In het Varendonk College aan de Kanaalstraat in Zomeren vond op donderdag 18 februari de schoolfinale van de junior vakkanjerwedstrijden plaats. In die finale streden de vakkanjers van diverse afdelingen om de eer. Vakkanjer junior, wat houdt dat in? Nou, de junior vakkanjers is een landelijke techniekwedstrijd om leerlingen meer gemotiveerd te maken voor techniek. Nieuwe monteurs en vaklieden zijn gewoon nodig en daarom worden deze leerlingen getriggerd om de techniek in te gaan. Nu hebben ze een demonstratie gegeven voor zonnecellen, heb ik begrepen. Wie geeft hun deze ideeën? De opdracht is landelijk. De scholen die eraan meedoen, plus minus 80 stuks, die kiezen zelf of ze het meedoen of niet. Deze scholen krijgen de opdracht landelijk aangebracht en die moeten dus daar zelf invulling aan geven. Een leerling kiest zelf hoe ze het gaan oplossen. Dus we hebben hier twee teams, we hebben twee verschillende oplossingen gezien. En ja, werk het zelf uit, verzin zelf, nou, en dat doen leerlingen. Het eigen idee was dan de opdracht met zonnecellen werken. Onder andere moest zo energiezuinig mogelijk. En de leerling zei van luister, als ik uit een accu kan werken, kan ik 's nachts werken en overdag bijladen met zonnecellen. Nou, dat is een hele mooie invulling. Ja, nu is team B geloof ik de winnaar geworden. Waarom waren die de winnaar? Ik denk dat de presentatietechniek, ik heb het uitslagveld niet gezien, maar ik denk dat de presentatietechniek doorslaggevend was. Onderbouwing van waarom keuzes gemaakt zijn. Ook de zwaartekracht meegeteld, inderdaad, laten zakken van de plantenbak. Het gewicht wild al naar beneden. Dat soort zaken denk ik dat meegeholpen hebben aan de eindscore. Ja, Varendonk scoort op het moment vrij goed met vakkanjers, geloof ik. Het is de derde keer dat ik eraan mag meedoen. Het is de derde keer dat ik weer naar de regiofinale mag. Dus ik ben zeer tevreden als vakdocent en mijn team ook. U bent nieuw op het Varendonk College, hè? Ja, dat klopt. Ik ben sinds een jaar actief bij het Varendonk College als afdelingsleider. En wat doet u als afdelingsleider? Als afdelingsleider stimuleer ik de docent, het hele team, om met dit soort projecten bezig te zijn. Dus talenten te ontwikkelen bij jongeren en dat juist soms buiten de kaders te treden. Deden ze dat vroeger daar niet genoeg? Jawel, ik heb dat is een mooie vraag. Een heel goed team en die wil dat ook heel graag. Maar het is ook mooi dat ze de ruimte krijgen en soms nog wat extra ruimte krijgen om het te doen. En dat er ook een afdelingsleider is die erachter staat. Nu is er vandaag de junior vakkanjer gepresenteerd. Je hebt zelf in de jury gezeten. Waar heb je dan op gelet? Nou, ik kijk ook van zijn de jongens daarmee bezig? Stralen ze? Hè? Hebben ze dan ook met hun talenten bezig kunnen zijn? Dus ik stel wel technische vragen, maar ondertussen zit ik te kijken hoe landt dat? Hè? Hoe is het publiek? En is het iets waar ze echt blij, enthousiast van worden? Nu gaan ze naar de regionale kampioenschappen. Waar moeten ze nog extra op gaan letten? Wat mij betreft kunnen ze nog duidelijker aangeven waarom hun oplossing zo goed is en hoe ze daartoe gekomen zijn. Dus bij ons op het VMBO zijn de jongens heel technisch goed bezig, maar ze vinden het soms moeilijk om te presenteren en dat ook wat duidelijk uit te leggen. Dus dat is een hele mooie oefening. Waar wordt er nu straks bij de regionale vakkanjerwedstrijd op gelet? Wat moeten de jongens extra gaan doen? Ja, er worden op meerdere facetten gelet. Natuurlijk op het technische, de creatieve oplossing. De afwerking, hoe hebben ze het gemaakt? Werkt het ook daadwerkelijk? Maar ook, hebben ze bronnen gebruikt? Zijn ze gaan kijken bij docenten, bij bedrijven? Is het innovatief? Dus er wordt op heel veel facetten gelet. En ook hoe ze zich presenteren. Dus hoe gaan ze persoonlijk? Zetten ze zichzelf neer? En wanneer zijn de regionale wedstrijden? Zeer binnenkort, 4 maart. Maar ze hebben nog een paar weken om eraan te sleutelen. Dus het wordt spannend. Bas Vergeer en Rick Kanters, jullie zijn de winnaar geworden van junior vakkanjers. Hoe voelt dat? Ja, dat is heel leuk. En waarom zijn jullie winnaar geworden? Ik denk door ons speciale onderdeel. En wat is dat speciale onderdeel? Een meegroeiende groeibak, zodat de planten optimaal licht en warmte krijgen. En waarom hebben jullie dit ontwerp gekozen? Ja, je kreeg bepaalde factoren die erin moesten komen zitten. Welke factoren? De afmetingen, verlichting en een bevloeingsinstallatie hebben. En een speciaal onderdeel mocht erin zitten. En dat hebben wij voor de bak gekozen die omlaag gaat. Ja, want tussen plantengroei is er ooit. Wil je dit in de toekomst ook verder uit gaan breiden? Oh, nee, we willen de kas gewoon zo groot laten als hij nou is. Alleen nog voor verbeteringen toevoegen, zodat die optimaal
gebruikt kan worden. Ja, en welke verbeteringen moeten jullie dan nog toevoegen? De verlichting moet nog gemaakt worden, bevloeingsinstallatie moet er nog in en het besturingssysteem moet nog gemaakt worden. Over een paar weken dan staan jullie in Eindhoven bij de regionale junior vakkanjers. Wat gaan jullie je daar nog op voorbereiden? We gaan alles voorbereiden dat wij kunnen gaan winnen. Dus zoals een PowerPoint en de kas nog verder afmaken, want hij is nog niet helemaal af. Krijgen jullie daar ook de gelegenheid voor van jullie leerkrachten? Ja, alle technieklessen mogen eraan besteden en lessen als je het huiswerk af hebt mag je ook eraan besteden. Hoeveel uren zit er nu in? Poeh, dat durf ik niet te zeggen. Er zijn er heel veel. Maar het is wel leuk. Ja. En wat gaan jullie nou nog doen? Je zei het al, extra dingen voorbereiden en straks een regionale wedstrijd. Zie je er een beetje tegenop? We gaan nog 2 weken keihard aan het werk en dan zien we wel hoe het gaat lopen. En als jullie nou winnaars worden van de regionale wedstrijd, waar mogen jullie dan naartoe? Landelijke finales. Nou, succes. Ja, dankjewel.